De kleine zaal van Seamine zat afgeladen vol met ouders en sympathisanten van de basisschool Mickey Mouse, de sleutel in Sledderloo. Twaalf tieners worden als het ware geboren en ontdekken de wereld rondom zich. Met vallen en opstaan bouwen ze hun wereld op, waarna ze heel gelukkig zijn. Wanneer een dolgedraaide professor verschijnt, verandert hun wereld. What a wonderful world. Ze denken dat ik hun niet gezien heb. Zien jullie dat? Mijn leger van kleine monstertjes heeft al echt goed zijn best gedaan. Deze man wil alle macht naar zich toetrekken, waardoor de tieners heel bang worden. Eerst worden de tieners als het ware gefascineerd door de professor en doen al wat hij hen beveelt. Maar dan komen de tieners samen in opstand. Dat doen we samen zo sterk. Wij lokken de professor uit zijn labo. Wij gaan het monster betoveren. Laten we een plan maken. Wie heeft er een idee? Ik heb een idee. We bouwen een verdwijnmachine. Hey Medina, kan jij de machine ontwerpen? Oké, ik teken het plan. De rest gaat de onderdelen verzamelen. Kom maar, we moeten geen tijd verliezen.
Wanneer het monster en de professor vernietigd zijn, kunnen de kinderen opnieuw spelen en leven. Het was een samenwerking tussen onze school Mickey Mouse Sleutel en Gigo's Atelier, ondersteund door Stad Genk en SeaMind. Het opzet is om zoveel mogelijk kinderen een positieve identiteitsontwikkeling te helpen stimuleren. Hun groei, hun zelfzekerheid, veerkracht, présence, zodat ze heel sterk in hun schoenen staan om verder het leven aan te vatten.